een nieuwe vlog. Ik ben Jantine van Vrolijk Haakmeisje en ik probeer heel regelmatig een vlog op te nemen. De laatste is alweer even geleden en dat had een reden. Een flinke reden. Als je me op Instagram volgt, heb je het vast wel lang zien komen, maar ik heb 2 ongelukken gehad in een week tijd. Dat was schrikken, dat was heftig. Inmiddels ben ik weer iets mobieler. Maar ik viel dus eerst van de trap. Ik had die sokken aan die ik had gebreid. Die hele dikke van Jerbo, dat garen. En wij hebben een houten trap. Die heeft hele gladde treden. En ik liep de trap naar beneden. En al bij de bovenste tree gleed ik weg met mijn sokken. En ben ik dus zeg maar de hele steile trap op mijn rug naar beneden gestuiterd. Het was heel pijnlijk. Ik had een hele zere rug. Het was eigenlijk precies tijd dat de kinderen naar bed moesten. Dus die kwamen al aangerend in hun pyjama's. Van mama, mama, wat heb je nou gedaan? En Jelte maakte zich meteen zorgen om de baby. En ik heb toen maar een beetje gedaan dat het wel meeviel. Zodat Niels de kinderen naar bed kon brengen. En ik in tussentijd de hap kon bellen. En eind van het liedje vonden ze het toch wel belangrijk dat ik even naar het ziekenhuis ging. Voor een check. Maar ja, ik kon natuurlijk niet zitten. Mijn rug deed heel zeer. Mijn benen kon ik echt niet op staan ook. Dus toen ben ik met de ambulance daar naartoe gebracht. Is alles gecheckt. Nou, gelukkig was er niks ernstigs aan de hand. Maar mijn rug deed zo ontzettend pijn. Ik kon niet bukken. Ik kon eigenlijk een beetje schuifelen alleen. Daar ben ik toen binnen een week eigenlijk heel erg hard van opgeknapt. Zo goed dat ik na 6 dagen alweer lekker kon rommelen. Ik was toen aan het klussen bij mijn ouders. Klussen klinkt heel heftig. Ik was op een lijstje wat dingen aan het opschrijven. Een soort boodschappenlijstje voor mijn ouders. Wat ze dan precies moesten aanschaffen voor de verbouwing. En er stond een stapel gipsplaten tegen de wand. Zo schuin gestapeld. Nou, we horen die eigenlijk dus ook gewoon plat te liggen voor de veiligheid. Ja, dat was niet zo. Die stonden schuin en ik dacht dat daar iets achter moest zitten aan de wand, wat ik moest zien. En ik was niet zo slim, want ik dacht als ik nou die stapel even in plaats van schuin even rechtop zet, dan kan ik tussen kijken om te zien wat daar precies zit. Dus ik deed dat en toen kwam die hele stapel, die kwam eigenlijk meteen door over mij heen. Ze rekende uit dat het wel iets van 300 kilo was. Dus ik heb een hele harde smak gemaakt. Ik ben eigenlijk op mijn rechterzijkant gevallen. Ik had hier ook een schaafwondje. Dat was niet het ergste, maar mijn linkerbeen, daar is eigenlijk de hele stapel opgevallen. En dat deed zo'n pijn. Allebei mijn voeten zaten ook klem onder die stapel. Die kreeg ik niet zelf los, dus dat moest eerst gebeuren. Eind van het liedje werd ik op een stoel gezet. Maar nou, ik zat helemaal te shaken van de pijn. Dus zaten we binnen een week weer in het ziekenhuis. Nu om foto's te maken van mijn been. En daar bleek inderdaad een klein breukje te zitten in het kuitbeen. Dus dat is niet het stuk bot waar je, dat voorste bot, daar sta je echt op. Daar rust je gewicht op. Maar het achterste dunne botje, daar zat een breuk in. En mijn voet was helemaal bont en blauw. Ik kan mijn grote teen van mijn ene voet ook nog steeds niet bewegen. Dat gevoel is nog weg. Ik hoop dat dat nog terugkomt. Mijn bovenbeen, die spieren doen heel zeer. Die knepen die eerste dagen ook helemaal samen. Dus echt zo'n soort stressreactie, zweepslag noemen ze dat ook wel. Dat deed ook heel erg pijn. Dus ik heb er eigenlijk nu 2 weken met heel veel pijn op zitten. Maar goed, die pijn zat vooral in mijn benen. In mijn rug en gelukkig de bovenkant niet. Kon ik gewoon lekker haken en breien. Met de baby was ook niks aan de hand. Die is uitgebreid gecheckt. En ja, na die val op mijn rug kregen we dus een echo. En het eerste wat we zagen, en de gynaecoloog moest er ook erg om lachen, was een baby die echt zo soort met dat handje zat te zwaaien. Zo van, hey jongens, ik ben oké. En na die tweede val, ja, ik ben echt op mijn zij gevallen. Dus de baby heeft daar echt niks van meegekregen.
Is ook gewoon dagelijks super actief. Het is echt een druk babytje, vermoed ik. Het is heel erg veel aan het wiebelen, bewegen, schopjes. Ze reageert echt al op stemmen. Van Ninten bijvoorbeeld. Of als Niels zijn grote zware hand voelt. Nou, dan... Zingen vindt ze geweldig volgens mij. Want als ik op koor ben, dan trappelt ze er vrolijk op los. Dus. Ja, nou. Was even een lange inleiding. Want zo maak ik nog eens wat mee. En ik hoop echt dat het nu voor de rest van mijn zwangerschap gewoon weer even normaal is. Ik heb ook wel echt... in mijn kopje de tijd nodig om het allemaal een plekje te geven. En reageren wel wat mensen van, oh, je bent zo vrolijk, je blijft altijd zo positief. Ja, nou ja, aan de buitenkant wel. En ik weet ergens ook best wel snel een knop om te zetten en er wat van te maken. Maar 2 keer in de week tijd, dat was echt even te veel. Ik kan er nog steeds om janken, maar goed... Ik zie dat mijn herstel ook goed gaat. Dat ik alweer, waar ik eerst niet kon lopen op dat been, kan ik het nu met krukken goed belasten. Kan ik zelfs kleine stukjes ook zonder krukken, van de kamer naar de keuken bijvoorbeeld of even naar het toilet. Ja, en dan denk ik, dan ben ik net een ruime week verder. Dus dat is ook gewoon heel mooi en daar ben ik heel dankbaar voor. En nu mag dit weertje ook wel lekker blijven, want dat helpt ook heel erg voor mijn gemoedstoestand. Ik ben ook lekker in de veranda gaan zitten, want het zonnetje scheen zo lekker. En daar wandel je eigenlijk door onze slaapkamer zo naartoe. Wij slapen ook beneden. Nou, dat was met die ongelukken van mij ook wel weer een gelukje dat, dat ik in ieder geval de trap niet op hoefde. En nu zit ik hier en ga ik lekker vertellen, want ik heb ook nog eens... 2 dingen af. 3 eigenlijk. Ik ben ook nog met 3 hele leuke dingen bezig. Ik heb al dingen gekregen. Dus nou, het wordt misschien wel een lang filmpje. Maar ja, weet je. Ik was er ook een paar weken niet. Dus ik had dat in te halen. Ik begin altijd met wat ik aan heb. En ik heb een jurkje aan van de Prenatal. Want die buik gaat als een malle. Ik pas nu echt geen normale kleding meer. Ik ben nu 22 weken zwanger. Ja, ik moet er echt even over nadenken af en toe. Het gaat zo hard. En daaroverheen draag ik mijn Felix cardigan. Een patroon van Amy Christophers. Heerlijk zacht. Ik heb het gebreid met Drops Air. Ja, Drops Air is dit. Echt super zacht. Zo'n lekker vestje. Misschien wil ik er ooit nog wel ook het... truitje van, dus zonder opening, want ik zit er toch altijd een beetje mee te stoeien. Nou, nu vind ik het leuk om open te dragen, maar dicht, ik ben niet echt het type van 1 knoopje dicht. Ik wil dan toch, ik heb dan heel snel een neiging om dan gewoon alles maar dicht te knopen, maar het is een heerlijk vestje, heel blij mee. Wat heb ik af? 2 dingen. Toen ik van de trap was gevallen en heel weinig kon, had ik echt de behoefte om even wat nieuws op te zetten. En ik heb weer een patroontje gehaakt uit het boek Babykleertjes haken van Vita Appala, oftewel Mon Petit Violon, heet ze volgens mij op Instagram. En dit keer heb ik de noppenromper gehaakt. Je begint hier met haken. Je zet eerst eigenlijk hier. Deze toer zet je op, dan haak je naar beneden al die nopjes erin en dan op een gegeven moment ga je minderen aan de voorkant. Doe je dat ook nog een keer aan de achterkant. Dan haak je hier de onderkant helemaal rondom met reliëfstokjes voor en achter. Zodat je een beetje zo'n gebreid effect krijgt, hè, van zo'n dit idee. Nou, die brei je helemaal rondom. Knoopsgaten kun je er gelijk in maken. En ik heb deze 2 roze knoopjes erop gezet. Die heb ik ook op de lichtroze romper genaaid die ik al had gehaakt. Vond ik wel leuk. En dan ga je verder aan de bovenkant. Dan haak je dit boord rondom helemaal. Dan ga je alleen met dit smalle stukje verder. En dan haak je ook direct de bandjes door.
Officieel horen de nopjes ook aan de achterkant op de bandjes door te lopen. Maar het lijkt mezelf niet lekker. Ik bedoel, als ik lig en ik heb mijn BH aan, dan voel ik dat bandje ook al. En als je als baby, je hebt zo'n zacht huidje en als je dan op je rug ligt en er zitten dan allemaal noppen. Ik had zo het idee dat dat niet zo lekker was. Dus ik heb dat gewoon glad gelaten. Vind ik ook net zo mooi. En die naai je dan uiteindelijk vast. Nou was dat middenstukje voor gewoon de bedoeling om dat leeg te laten. Maar omdat ik hier die twee roze knoopjes had, dacht ik hoe leuk is het om daar dan iets van een bloemetje te doen. En die heb ik dan weer met het wolletje gehaakt waar ik het babymutsje mee gehaakt heb. Dus dat babymutsje kan dan ook hier weer bij. Nou, heb ik weer helemaal een setje compleet. Het vorige rompertje vond ik heel wijd worden. Hier aan de onderkant, die licht roze uit mijn vorige filmpje. Dus ik heb er bij dit rompertje echt een ander rompertje van de HEMA, gewoon een standaard rompertje, steeds in de buurt gehouden. En heb ik veel minder gemeerderd. Zij loopt hier veel rechter, maar anders was deze ook helemaal zo, ja, met zo'n bolling. Ik denk niet dat dat nodig is. Nou waren mijn twee baby's die ik, mijn twee kinderen als baby, ook gewoon best wel smalletjes. Gewoon best wel hele, ja, een beetje zo'n popje, echt echte popjes, zoals je ook een pop in de winkel hebt, zeg maar. Dus er zat weinig bil op. Dus ik denk zomaar dat dit beter is. En als die roze wat te ruim is, dat zei ik al, dan naai ik dat gewoon een beetje in. Komt ook wel goed. Nou, superleuk. Echt heel leuk om te doen. En lekker zomers. Dus dat is het ene wat af is. Het andere, dat ligt hier naast mij, dat is de mandala. Waar ik de vorige keer al lekker mee bezig was. Die is inmiddels helemaal af. En die heb ik, even denken, vorige week afgemaakt. Ja, toen ik mijn been, met mijn been zat, toen moest ik alleen nog, ik was ongeveer hier, tot en met wit. En toen bedacht ik dat ik hem groot genoeg vond, heb ik hem opgemeten en gemeten wat voor ring daarbij past. Nou, hij was iets van 45 centimeter, maar best wel een beetje zeg je dat? Gerimpeld. Dus ik heb een ring van 50 centimeter besteld. En daar heb ik hem ingehaakt. Gewoon met vasten. En nou, dat is prachtig om te zien hoe die dan gaandeweg steeds meer mooi in model komt. En nu, kijk. Ik ga het aan de zijkant laten zien. Zie je dat? Nu is die heel mooi strak. Er is echt geen ruimte meer om te gaan hangen of zoiets. Nou, ik heb dit patroon nu helemaal in klad uitgewerkt. En dat moet ik nu om gaan zetten in een patroon. En ik moet dat 22 april inleveren. Dus dat is nu over een maand. Nou ga ik proberen vandaag dat patroon digitaal al te maken. Zodat het hopelijk deze week naar testers kan. Ik mag even een testoproepje doen bij mijn vaste testers. En mochten die er een keer geen zin in hebben, nou, dan plaats ik wel eens een keer een oproepje op Insta. En dan gaat deze binnenkort een keer online bij Gek op Haken. Nou, welk garen heb ik gebruikt? Ik zal het er even bij pakken. Dat was een leuke samenwerking met Durable. Want zij hadden in de maand februari wilde zij een merk in de spotlight zetten. Of hun merk, ja, ik bedoel eigenlijk twee garens van hun merk. En onder andere was dat ook de Comfy. En ik heb toen 7 kleurtjes mogen uitkiezen. Nou, misschien wel meer, maar ik heb er 7 uitgekozen. Ik had er trouwens wel meer, ja. Ik had er volgens mij 10. Maar 3 hebben het, vond ik in het echt toch minder mooi erbij pas. Dus deze 7 heb ik uiteindelijk gebruikt voor de mandala. En dat zijn ook precies weer de kleurtjes die in ons behang zitten. Onze slaapkamer ga ik in een volgend filmpje laten zien. Die is echt bijna klaar. Deze komt dus nog aan de wand. En ik moet alleen nog nieuwe kussentjes of kussenhoesjes voor 2 van die sierkussentjes op ons bed. Ik had al hele leuke kussentjes gezien bij de HEMA in de vorm van een bloem. Alleen ik zie ze niet online. Ja, en ik ben natuurlijk 2 weken niet in staat geweest om naar de winkel te gaan. Dus ik
hoop dat ik eind deze week weer wat zoiets op kan pakken. Dat ik gewoon een keer naar de HEMA kan. En anders andere hoesjes. Dus deze kleurtjes. Nou, dit komt ook allemaal in het patroon te staan. Welke kleurtjes dat dan waren. Maar het is natuurlijk ook heel erg leuk om naar je eigen ruimte te kijken waar het komt. En daar dan een passend kleurtje bij te zoeken. Want daarachter, ik zal heel even kijken of dat kan zonder dat ik het beeld helemaal verpest. Daar hangt bijvoorbeeld, daar hangt er ook een. En die mandala, daar kreeg ik toen zoveel leuke reacties op. Die heb ik ook een beetje als inspiratie gebruikt voor deze. Want die heb ik echt een beetje uit de losse pols gehaakt. Niet echt gekeken per tour of het uitkwam per se. Heb ik nu wel gedaan, maar ik heb wel gekeken naar die mandala. Want daar zaten een paar hele leuke steken in. Zoals deze blauwe. Dat er elke keer zo'n gekleurd bolletje uitkomt, maar dat je dat niet ertussendoor ziet. Maar ook dit, dat met okergeel. Dat echt als een soort schelpje eruit komt. En daar dan weer iets anders overheen zit. Deze. Dus die driehoekjes afgewisseld. Nou, dat zit ook allemaal in die mandala. En die pakte ik er gewoon af en toe even bij als ik dacht van nou, wat is leuk om nu voor steek te doen. Dus hij is heel divers geworden en echt elke tour is anders. Wat het meest terugkomt, ja, dat is gewoon soms een tour van halve stokjes. Of een tour met drie stokjes, steeds in een groepje. En dat doe ik eigenlijk ook dan wel om een beetje de rust in zo'n project. Voor hoeveel je daar rust in kan brengen. Maar omdat een beetje, het iets wat bij elkaar te houden. Om dan elke tour een heel bijzondere steek te doen, dat vind ik dan ook weer een beetje te gek. Dus die heb ik ook af. Nou heb ik gisteren in een uurtje tijd, denk ik, nou misschien anderhalf, heb ik een deken gebreid. Ja, echt een echte deken. Hij is echt, qua formaat heb ik hem niet meer goed opgemeten. Ik denk 1 meter bij 1,20. En ik zal hem even laten zien. Want dat is het derde project wat ik af heb. Kijk, deze. En nou is die nog gevouwen, dus ik ga hem even voorzichtig openmaken. 1, 2. Hopla. Zo, hij is heel zwaar. Hij weegt 2 kilo. Dit is een deken en die heb ik dus gisteren gebreid. En dan denk je misschien, hoe kan dat nou in een uurtje tijd? Maar brei maar eens een proeflapje. Zet maar eens 15 steken op en brei 20 toeren. Ja, dat is natuurlijk peanuts. En dat gaat dan met een dunne naald en garen nog sneller. Maar ik heb dit op mijn armen gebreid. Dus ik heb mijn armen als breinaalden gebruikt. Ik heb daar ook een filmpje van, volgens mij. Ja, ga ik hier even invoegen. Nou, wat zitten wij nou weer voor leuks te doen? Wat zit mama te doen? Aan het breien met mijn nieuwe. Met mijn nieuwe lontwol, hè? Ja, dit is echt sterk. Ja, pas op hoor, hij is wel meer dan een kilo. Want bij elkaar is het 2 kilo. Nee, ik heb deze wol lijkt als verwond. Verwond? Kan die hem pakken? Kan die pakken? Maar ik heb hier nu ongeveer een halve kilo lontwol. En dit is nog ongeveer 1,5 kilo. En je kijkt nu eigenlijk precies tegen de minder mooie kant aan. Oh, ik zie ook dat ik denk wat je ook doet. Een steekje nog hebt liggen. Was even gestopt en ging weer verder. Kijk, wat je ook kan doen, is lekker knuffelen. Ja, het wordt echt een knuffeldik. Kijk, hier zie je de mooie kant, de mooie steken. En ik ga even lekker verder breien op mijn armen. En dan is die deken zo klaar. Dat gaat eigenlijk best heel snel. Ja, laat hem maar lekker op de grond liggen, dan gaat hij vanzelf afrollen. Even kijken. Nou, pak gewoon een stuk de draad zoals die er hangt.
Ik til één lus over mijn hand. En ik schuif deze hand dus. Pas op, je zit met je voet op de draad, anders doet hij het niet. Ja, het lijkt wel een voetbal, hè? Die gaat weg rollen. Gaat hij weg rollen? Oh, maar dan gaat de draad straks breken. Laat hem maar een beetje dicht bij mama. Hij gaat bijna. Hij was bijna. Oh. Door de Lego plant. Doe jij die weer in de vaas? Nee. Dit is een steenkool. Een cactus is dit. Een cactus. Even kijken, een beetje gerold, de draad. En deze lontwol die is in, nou echt, ik denk wel 20, 30 kleuren te kopen bij September 18. Ja. En je kunt dus nu winnen. Sst, dan ben ik aan de beurt. Je kunt dus winnen 2 kilo lontwol in een kleur naar keuze. Mam. En dan kun je dus deze deken van breien. Mama. Ja. Kijk, wat je ook kan doen. Hij is ongeveer 1 meter breed, heb ik hem opgezet. Maar ik denk dat hij nog best wel een beetje, beetje uitbreidt. Een beetje uitrekt tijdens het gebruik op de bank of wat dan ook. Ja, laat hem nu maar liggen, want ik zie dat de vloer niet zo heel erg schoon is. Er zit straks alles, alle rondwol onder de kruimels. Ik leg hem gewoon even naast me op de bank. Dat is een beter idee. Ja! Nee, ja, kom eens, een beetje opschuiven. Zo. Knuffelen. Nou kan je er lekker mee knuffelen. Hè? Kleine knuffelbeer van me. Ik ga bijna niet hier slapen. Nou, ga jij maar lekker slapen. En een tip als je dit gaat breien als deken, is de eerste steek niet breien. Dus dit is de laatste steek die ik gebreid heb. Even kijken, die heb ik zo gebreid. En die zet je gewoon over op je hand. En dan ga je vanaf dat stukje ga je weer breien. Dan krijg je aan de zijkant een hele mooie afwerklijn. Dus een mooie afgekante zijkant. Even kijken, gaan we weer verder. Oh, je zit te boeven? Het is niet normaal. Het is niet normaal. Ja, ik zal je nog wel met je studiedag, hè? Wanneer is je studiedag? Hé, hey, is de vloer hieronder? Zit hij eronder? Mama, welk vloertje ga je vinden? Wil jij zo het filmpje weer uitzetten? Nou is die wel weer lang genoeg. Hey, hallo. Yes, doe maar. Ja, daar zag je mij met Jelte en met die flinke bol lontwol bezig met deze deken. En het was echt super leuk om te doen. En ik weet dus niet of ik dat net in dat stukje zei, maar je kunt dus nu 2 kilo lontwol winnen bij mij op Instagram. Dus dan moet je naar Instagram gaan en daar zoek je dan de post op waar de foto van deze deken staat. En daar kan je dan 2 kilo naar keuze winnen, want het is niet de enige kleur. Nee, er zijn wel 40 kleuren van deze lontwol te koop. Hartstikke leuk natuurlijk. En ik zou zeggen, ga zeker even kijken en doe lekker mee met deze winactie. Die wordt gesponsord door September 18. Ik heb deze wol van hen gekregen. En wat je dan wint, die 2 kilo lontwol, wordt dan door hen naar je opgestuurd. Nou, ik zou zeker mee. Ik moet heel even checken. Ik dacht dat de postbode eraan kwam, maar dat was niet zo. Ik hoorde zo'n piepje van zo'n achteruitrijdende autobus. Maar dat was wat anders. Dus,
Lontwol, echt super leuk om mee te werken. Ik liet de vorige keer natuurlijk ook al dat babynestje zien. Daar had ik 1 kilo voor gebruikt. Maar met 2 kilo lontwol kun je ook een babynestje maken die net iets groter is. Die net wat hogere rand heeft. Wat je ook met 2 kilo lontwol kan doen is 2 kussens maken. 2 ronde kussens, 2 vierkante kussens. Je krijgt in ieder geval als je het pakket wint, krijg je 2 kilo lontwol, 2 patronen voor dekens en het patroon van een rond kussen volgens mij. Dus opties genoeg en ik zou zeggen doe lekker mee. Maar niet onder deze video, dan telt het niet mee. Je moet echt naar Instagram gaan en daar kan je zien hoe je meedoet. Dus, dat zijn 3 projecten die ik af heb en dan ben ik ook nog met 3 projecten bezig. Ik ga eerst de adventskalender laten zien, want daar ben ik echt super lekker mee op dreef. Ik zat een beetje in een dipje hiermee. Dipje klinkt zo negatief. Waar is de haaknaald? Oh ja, die heb ik voor iets anders gebruikt. Ik denk al, waar is de haaknaald? Gisteravond ging ik even iets uitproberen, maar die ligt nog in de woonkamer. Ik was ongeveer hier, denk ik. En dat ging niet zo hard. Ik bleef daar een beetje steken. En misschien kwam dat wel omdat er een kleurtje aankwam waar ik nou net iets minder blij van werd. Deze, die bovenste, een beetje dat bruin okergeel. Maar goed, ik zat in de lappenmand en niet in deze lappenmand hoor. En ik dacht, ik pak hem er gewoon weer bij en ik ga lekker aan de slag. En opeens vlogen de strengetjes van mijn naald af. Ging het opeens heel hard. Het zijn dan 6 toeren per strengetje. En dan is je volgende kleur al aan de beurt. En zo komt het dat ik nu gewoon al bij lichtgroen ben. Zo kun je het zien. Beetje kijken ook naar lichtinval. Hij toont nu iets lichter op beeld dan in werkelijkheid. Maar elke keer zo'n streepje met gaatjes, dat is de laatste toer van een kleur. En dan komt de volgende. Nou, ik ben nu dus met kleur 12 bezig. Dat betekent dat als dit bolletje op is, dan ben ik op de helft. En heb ik dus een halve deken. Ik vind het een mooi formaatje qua breedte. En als ik dat dit keer 2 heb straks, dan heb ik echt een perfect babydekentje. Ook voor de zomer heel fijn, want het is luchtig gehaakt. Maar daarna ook gewoon fijn voor de baby. In de auto bijvoorbeeld. Als de kinderen bij mij wat groter werden en ze gingen bijvoorbeeld 's morgens al vroeg mee naar de oppas. Dan zaten ze in dat autostoeltje en dat vond ik altijd een beetje sneu zo in de kou, in de herfst. En dan legde ik ook meestal lekker een dekentje over ze heen. Dus daarvoor. Misschien voor het ledikantje. Zo vind je nog eens wat. Een knikker. Tussen mijn wol. Superleuk. Daar ga ik lekker mee verder. Nog 2 projectjes waar ik mee bezig ben. Ik heb een nieuw projectje opgezet. Eentje die ik al heel lang eens wilde gaan doen. Maar ik had zoiets van, moet ik nou dat... klinkt een beetje stom hoor. Maar dat patroon, ik weet niet hoeveel dat nou precies kostte. 4 euro bijvoorbeeld. Zoiets op Ravelry. En het is zo'n simpel patroon dat ik dacht, moet ik dat nu gaan kopen om dat te kunnen breien? Ik kan het toch ook wel uit mijn hoofd verzinnen. Zo, dat is natuurlijk heel flauw. Dus ik begon er nooit aan, kocht het patroon ook nooit. Tot ik dacht, koop dat patroon en ga het lekker maken. Dus ik heb gewoon netjes het patroon gekocht. En dat was me goed ook, want zo simpel bleek het uiteindelijk ook helemaal niet te zijn. Er zitten echt wel wat dingetjes in die je niet kunt weten als je het patroon niet hebt. Als je misschien heel ervaren breier bent. Maar dat is het patroon van de North Easterly Blanket. En dit stuk heb ik al gebreid. En dit vind ik dus echt een ideaal project voor de mini-restjes. Die heb ik hier allemaal in dit tasje zitten. Ik zal even wat laten zien. Zo'n stukje bijvoorbeeld. Dit van mijn zomersokken.
die ik in de zomer heb gebreid. Hier een heel klein stukje van mijn zomertopje vorig jaar. Hier breide ik ooit een vestje, verhaakte ik toen nog een vestje van Fujelte als baby. Ja, van alles. Er zit ook hier bijvoorbeeld wel een wat grotere restbol in van mijn kerstsokken. Maar daar wil ik dan gewoon een stukje mee doen. Nou ja, vind ik veel zoiets. En dan weer ermee stoppen en dan gebruik ik het wel weer voor iets anders. Maar die komen er sowieso dan allemaal wel in, zulke restjes. Want ook bij dit project heb ik al een paar handen vol met restjes. Dat is dan net te weinig om nog één toer mee te haken. Maar precies leuk om dan in een Northeasterly te verwerken. En ik vind het echt leuk om hier dan alleen restjes te gebruiken van sokken. Nou, dit was mijn eerste paar sokken. Dat was dit wolletje van West Yarn met roze, beetje lila roze van, gewoon een drops of zoiets. En nu ben ik bezig met het vierde kleurtje, 1, 2, 3, 4. Wat zijn nou? Iets met dodo, die op dodo. Toen heette ze nog Sheep Yarns. En daar haakte ik destijds een hele leuke sjaal mee. Een beetje een lente sjaal. En daar had ik ook nog restjes van. Dus ik probeer ook een beetje chronologisch te werken. Dus dit waren mijn eerste sokken. Toen haakte ik in diezelfde tijd deze sjaal. Dus probeer ik deze wolletjes te gebruiken. Ja, dan een beetje op grond van hoe ik het nog weet. Verwerk ik dan mijn restjes in deze Northeasterly. Heel leuk om te doen en gewoon voor tussendoor als ik er zin in heb. Dan ben ik nog iets nieuws gestart voor de baby. Ik wilde namelijk heel graag iets voor de baby breien. Twee gehaakte rompertjes en een gehaakt mutsje dacht ik, iets breien vind ik ook wel heel erg leuk. Ik plaatste daar laatst al een vraagsticker over op Instagram. Van wat zal ik dan eens maken en welke garen. Ik had hele leuke sokkenwol liggen al. En die heb ik opgewikkeld tot mooie bolletjes. Kijk. Dit is een prachtige streng. Ik weet niet of het helemaal overkomt. Van Crealine Design en dat was de grote streng bij het adventspakket. Dus bij de adventskalender van vorig jaar, 2023, kwam deze als grote streng uit het cadeautje. Nou, een supermooie streng. En daarbij gebruik ik als contrastkleur dit roze bolletje van Wat Wolly. En die heb ik ook gebruikt om dat mutsje mee te haken. En dan vraag ik me dus af of dat wel dezelfde is dan. Nee, het is toch een andere. Ik heb hier toch een ander restje gebruikt, maar het matcht ook prima. Ik dacht dat dit ook daarvan was, maar dit was dan weer net een andere roze restje. Maakt niet uit, het is ietsje donkerder. En die gebruik ik als contrastkleur bij deze bol. Nou, ik heb al één dingetje een heel eind af. Dat moet ik alleen nog in elkaar naaien. Dat ga ik even laten zien. Naald los. Dat is dit gevalletje. Ik ben hier begonnen en ik heb een soort tube, een tunnel gebreid. Aan twee kanten hetzelfde. Hier een ribbel, of hoe noem je dat? Een recht, een averecht. Toen dat kleurtje. En weer de normale kleur. Wat wordt dit nou? Misschien ken je ze wel. Het zijn van die knuffeltjes uit één stuk. Dus dit ga je straks vullen. Dan naai je hier zo twee driehoekjes vast. Dat zijn dan de oortjes. Dit komt een beetje zo bij elkaar. Zodat je echt kan zien dat dit het hoofdje is. En dit het lijfje. Dan naai je hier twee streepjes. Zo
zodat je twee armpjes ziet ontstaan. Nou, dit zijn dan eigenlijk dus de boordjes van de mouwen en het truitje. En hier naai je dan nog één streepje en dat zijn dan de benen. Nou, ondertussen vul je hem steeds verder op en naai je hem aan de onderkant dicht. Nou, dan heb je een super schattig knuffeltje. En ik heb een beetje zitten stoeien eerst met het formaat. Ik had eerst veel meer steken opstaan, toen weer veel minder. Maar ja, ik dacht als die zo breed en zo hoog wordt, vind ik het ook alweer heel groot. En ik dacht, dit is nou echt zo'n perfect knuffelformaatje, ook voor bij een babytje in de wieg. En dan kan het zo lekker zacht het vastpakken. Het is echt heel zacht, want het, volgens mij is het allemaal merino wol. Het nog kan zien. Ja, dit is sowieso merino wol en dit dacht ik ook. Dus het is echt super zacht en heel lekker. En nou, ik wilde het eerst even zo laten zien, want dan kan ik het de volgende keer laten zien als knuffeltje. Want dan borduur je er ook nog een neusje en oogjes op. En is het een heel schattig knuffeltje. En ik dacht, nou, ook wel leuk in deze hippe kleurtjes. Ja, die dus. Maar ik heb natuurlijk nog meer dan genoeg over. Dus wat ik ook nog ga breien zijn een mutsje. Met hier ook een ribbelsteek. En sokjes met een ribbelboordje in deze kleur. Dus dan is het ook gewoon helemaal leuk voor naar buiten. Lekkere soort sokslofjes. En een lekker mutsje. Nou, ik zie het al helemaal vol. Knuffeltje erbij. Setje compleet. En wie weet heb ik daarna nog wel zin om wat te breien. Maar dit is echt ook een beetje bedoeld voor de eerste maanden. Echt een newborn fase. En er komt daar natuurlijk nog zat om te breien. Voor als de baby weer wat groter wordt. En wat grotere maatjes past. Dus ook lekker mee bezig. Oh jongens, het is een heel filmpje en ik heb nog meer. Ik laat even snel zien de box van September 18, de nieuwe box voor de maand april. Daarin gaan we een schaaltje maken van Jasmonite, als ik het goed zeg. Beetje lastig woord, ik heb opgezocht. Volgens mij zeg je Jasmonite. En dat is een soort gips. Je mengt een bepaald een beetje lijmachtig, witte lijmachtig spul. Meng je met poeder en kleurstoffen. En je mengt dat op zo'n danig manier dat er een marmer effect ontstaat. En dan krijg je dus een heel leuk schaaltje. Want er zit een mal bij en daar kun je dat dan in gieten. Nou, ik ben hiermee aan de slag gegaan en ik zal dat hier even tussendoor laten zien. Nou, dit is het doosje voor de maand april van September 18. Dan ga je het open doen. Kijk, wat een tof papiertje. Helemaal mijn kleurtjes. En dan, roze en met rood. En dan papiertje. Moet ik het papiertje eraf halen? Kom maar in beeld staan, dan kan iedereen het zien. Zo. Oeh. Kijk, geef die maar. Dat zal wel de gebruiksaanwijzing zijn. Wat hebben we daar? Allemaal bekertjes. Wat denk je dat dat is? Wat zou dat zijn? Wat is dit allemaal? Daar kun je lekker mee spelen, denk ik. Mag jij zo wel mee spelen? Ja! Oeh, het snoet. Dit zit erin? Geen idee wat het is. Heb je er iets in? Ja. Oh, een zakje met poeder. Poeder. Nog eens in de poeder. En wat is dit nou voor leuk? Een cadeautje. Een soort cadeautje. En dit zit erin. Een vormpje. Een cadeautje. Hier gaat Jelte zo lekker mee spelen, denk ik. Alsjeblieft. Oeh, wat nou? Een lettertje. Een letter. In het zakje zitten allemaal roerstokjes. En dit, het lijkt wel een letterballon, hè? Weet je wat dit zijn? Dit zijn... Zie je dat? Hoe noemen we dat? Handschoentjes. Ja.
is het niet fiets? Is dat een mooie kleur? Ja, jij past hem ook. Laat maar zien. Kom eens. Kijk. Ik vind het leuk om jou ook te zien. Dat eens even laten zien. Kijk, Jelte. Oeh, high five. Nou, en hier liggen alle spulletjes. En wat we dus gaan maken is een schaaltje van Raisin, volgens mij. Het is een box die is samengesteld door Vreubel. Ja, en we gaan ook met kleurtjes werken voor een soort marmer effect. Dus ik ben heel benieuwd. En wij gaan er lekker mee aan de slag. Nou, daar kan Jelte me mooi mee helpen op zijn studiedag. Hé, hey, Jelte? Ja. Nou, gaan wij zo eens gezellig even aan de vreugde. Ah, leuk. Dat is leuk, hè? Nou, wij gaan aan de slag. Zo, wij hebben het gedaan, hè? Het is helemaal gelukt. Kijk, hier ligt hij te drogen. Je hartje je. Jelte hartje Jantine hebben we gedaan, hè? Nou, en dan gaan we, als die droog is, gaan we hem omdraaien. Dan gaan we kijken hoe die eruit ziet. Goed? Niet goed? Ja, top. Ja, en zo ziet het schaaltje er dus uit als die klaar is. En Jelte heeft me heel lief geholpen. Die vond het heel interessant om het kleurtje te mengen. En om te kijken hoe ik dit erin ging gieten. Nou zag ik zelf dat ik heb echt een beetje soort baantjes heen en weer gegoten. Nou, dat zie je nu ook best wel goed in het marmer effect. Achteraf gezien had ik het misschien leuker gevonden als ik in het midden was begonnen en hem zo erin had gegoten. Dus dat is een tip als je dat wil, als je hem gaat maken. Of bijvoorbeeld schuin en dan een soort krullend. Nou, had ook gekund. Of iets rustiger op één plek. Nou, er zijn veel opties en dat moet je ook gewoon even ervaren. En met de kleurtjes die we hadden gemengd voor dit schaaltje hebben we nog op de achterkant. Kijk. Jee had je jee. Jelte had je Jantine. Hebben we even... ja, we hadden toch wat over. Even erop gedruppeld. En, nou, dat is een leuk aandenken aan deze creatieve box van september 18. Met code VROLIK15 kan je met korting deze box bestellen. Je kunt een losse box nemen. Je kan ook een abonnement nemen. De code geldt bij allebei. Nou, super tof. Leuk project om in april mee aan de slag te gaan. Die moet ik even voorzichtig wegleggen. Die leg ik hier in het hoekje. Zou zonde zijn als die breekt. Nou, dan heb ik twee hele leuke boeken. Die kreeg ik gewoon zomaar opgestuurd. Superleuk. Dit boek kreeg ik van Chloe. En Chloe ken ik van de tijd dat ze bij Wolplein werkte en mijn boek uitkwam, mijn haakboek.
En nu heeft Chloe dus haar eigen haakboek uitgebracht. Chloe haakt tops en spencers. Heel leuk boek en super bedankt Chloe dat je hem naar me op wilde sturen. Hij ziet er heel strak uit, heel vrolijk, heel licht. Een hele leuke vormgeving. Een leuk kaartje erbij van Chloe. En dan ga ik even lekker bladeren, want het is een super leuk boek. Een top met noppen staat er bijvoorbeeld in, die vind ik erg leuk. Ja, deze natuurlijk. Granny top, ook super leuk. Even kijken, er stond ook een leuke in. Ja. Een feesttopje, die heeft ook hele leuke mouwtjes. Nou ja, voorlopig kan ik met mijn dikke buik hier nog niet veel uit aan. Maar goed, dit boek ga ik zeker gebruiken. Maar dan gewoon in het volgende jaar. Of in ieder geval als de baby eruit is en mijn buik weer een beetje platter is. Maar superleuk Chloe, gefeliciteerd met je boek. En ontzettend lief dat ik er eentje kreeg van je. Kijk, mooi die glimmende letters. Prachtig. Het andere haakboek is ook een supergezellig schattig boek. En die kreeg ik van Kimberly. En Kimberly ken ik inmiddels een tijdje op Insta. En ik heb ze laatst ook live gezien op de handwerkbeurs. Oh, ik vergeet altijd die namen van al die beurzen. En dat was superleuk en gezellig. En ik kon haar toen al in haar oor fluisteren dat ik zwanger was. Want ik had dat toen nog niet op Insta of iets bekendgemaakt of zo. Maar in real life vond ik dat wel heel leuk om te zeggen. Nou, was gelijk helemaal leuk en gezellig gekletst. En toen stuurde ze laatst een berichtje of ze mij iets op mocht sturen. En dat was dus haar boekje. En ze stuurde ook erbij dat het helemaal niet per se bedoeld was ter promotie of zo. Dat ik dit nu dan ook moet laten zien. Maar natuurlijk doe ik dat wel, want ik vind het wel echt superleuk. Dit is namelijk het nieuwe boekje van Kimberly. En dat heet Gordeldieren haken. Nou, er zit ook een gordeldier in. Maar de andere dieren zijn natuurlijk geen gordeldier. Maar toch ook weer wel, want je gebruikt deze dieren als een soort hoesje om de autogordel heen. Nou, dat maakt de autorit natuurlijk gelijk helemaal leuk. Ook al zo'n leuk kaartje erbij. Zo lief. Oh, heel erg leuk. Dankjewel Kimberly. En even kijken hoor, of ik een foto heb waar die om de gordel zit. Volgens mij is dat de foto met haar zoontje. Ja. Hier zie je dat. Die maak je dus vast om de gordel heen. Ik denk met klittenband. En zie je mij in dat hoekje. En dan ja, is het gelijk heel gezellig in de auto. Maar het ziet er ook heel leuk uit. Nou, Ninte die bladerde dit boek door. En die was natuurlijk helemaal in love met de eenhoorn. Dus die gaat er sowieso komen. En dan mag Jelte er daarna ook wel eentje uit kiezen. Helemaal leuk. Dankjewel Kimberly voor het leuke boekje. En de lieve kaart erbij. Erg lief. Echt heel erg leuk. Zelfs gesigneerd. Nou, heel leuk, heel lief. Dankjewel. Het laatste wat ik ga laten zien is een doos van Edna. Daar zit ook alweer wol in. Een aantal proefbolletjes voor de lente. En een aantal bolletjes die ik zelf mocht uitkiezen. Daar heb ik alleen niet gekeken of het klopt. Want ik was een beetje verbaasd over de verdeling van de aantallen. Ik had namelijk twee kleuren gevraagd. Die twee kleuren zitten er ook wel in. Maar van de ene kleur zijn het er 2, 4, 6, 8, 9,
En van de andere kleur zijn het er maar 3. Maar goed, ik had in ieder geval deze 2 kleurtjes bij elkaar gezocht. Dit is de Cecilia. Cecilia van Svarta Ferret. En dat is katoen, viscose en linnen. Lekker zomers draadje. En hier wilde ik iets van maken. Breien voor mezelf. Maar goed, ik weet niet of dat met deze aantallen gaat lukken. Want ik heb er van deze roze nummer 3. Terwijl ik van het groen er 9 heb. Nog meer dan dit is. Maar goed, de kleurtjes bij elkaar vind ik heel leuk. En nou ja, ga eens kijken wat ik ermee ga maken. En heel lief dat ik dit heb gekregen van Edna. Er zitten ook nog wat proefgarens in. De Nova Eco, een katoengaren. Een lekker fris oranje. Nou, dit is wel heel bijzonder. Dit is Yerbo Lin. Maar dat is echt nog... het is 100% linnen. Het lijkt wel bijna op touw. Dus eens kijken wat ik daarmee kan fabriceren. Dan hebben ze een bolletje Tencel Raggi. Dat is 75% wol en 25% tencel. Ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat. Sorry. Mijn been gaat even heel erg zeuren. Auw. Ik denk dat ik te lang in één houding zit. Ik weet niet zo goed wat tencel is, dus dat zou ik even op moeten zoeken. En dan als laatste een Tencel Blow. Daarin zit 58% tencel en 42% alpaca. Een blow yarn is dat. Nou, het zijn niet echt mijn kleuren, maar ik vind het wel heel mooi. Hij zit echt wel ietsje lichter hoor. Hij oogt op beeld wat donkerder dan die in het echt is. Maar wel, ik vind dat geblazen garen ook wel heel mooi. Dat is ook bij dit. In Drops Air is ook zo'n blow draadje. Nou, dan zit er een leuk tasje in. Een linnen tasje van Yerbo. Een lookbook. Patronenboek. Oh ja, ook. Oh wacht, het zijn gewoon losse patronen. Streepte trui met boothals. Nou, die zou ik hier dus mee kunnen maken. Misschien had ik dat toch wel bedacht. Ik weet ook gewoon niet meer zo goed wat ik had bedacht. En dan doe je het groen wat hier wit is. En het roze is dan het streepje. Ik weet wel dat ik zoiets had bedacht. Helemaal goed. Dan hebben we hier het patroon van... Oh, wacht. Dit is dus het patroon waar je dat linnen voor gebruikt. Een boodschappennetje. Hartstikke leuk. Maar die wil ik wel gaan proberen te maken. En dan hebben we hier halve wanten. Die maak je met Tencel Raggi. Dus daar hoort dit bij. Dit hoort zo bij elkaar. Ah ja. Ik heb hem door, mensen. En dan heb je hier een kolletje. Ja, dat vermoed ik al. Die is dus met de Tencel Blow. Die maak je dus hiermee. Oh, wat leuk. Dus dat kun je wel allemaal ook gewoon met één bol doen. Oh, dat vind ik wel erg leuk. En dan hebben we hier de Svarta Ferret. Oh, die kun je ook met één zo'n bolletje maken. Dus dan kun je nog kiezen van welke je dan leuker vindt. En dan hebben we hier nog een heel leuk patroontje voor een vaatdoekje. Dat zal dan wel... Ja, dat is dan met het oranje bolletje, Nova Eco. Oh, dat vind ik wel erg leuk dat ze bij elk proefbolletje ook een bijpassend patroontje hebben gedaan. Ja, en dan is dit wel wat ik heb uitgezocht hoor. Ja, Cecilia. Klopt. En dan... Hoeveelheid. Ja. Ja, klopt nog ook. Dus dan wordt het een groentruitje met
roze streepjes. En ik weet niet of ook het kinderpatroontje erbij staat, want dan maak ik hem misschien wel voor Ninten. Dat is net iets minder werk. En ook ja, qua kleurtjes vind ik het wel echt iets voor Ninten. Nou, hartstikke leuk. Nou heb ik een kortingscode. En ik zit dus heel hard te bedenken wat die nou is. Of dat nou ook vrolijk 15 is zoals bij september 18. Dat ben ik heel even kwijt. Dus ik zet dat hier in beeld. Ik doe even zo met mijn vinger. Dan kan ik dit ook makkelijk terugvinden bij het editen. Dus er komt hier ergens in beeld de kortingscode van Edna. Die is te gebruiken tot 7, 8 april ongeveer. Dus het eerste week van april nog. En daar krijg je dus korting mee bij Edna op hun assortiment. En dan kun je ook deze wolletjes uitproberen. Of een van de vele andere wolletjes die ze in hun assortiment hebben. Superleuk. En ik vind onderin nog wat. Ik heb deze doos dus eigenlijk alleen maar opengemaakt en niet alles eruit gehad. Ik zag die wol op die patronen liggen. En ik zie nu ik die patronen optil, dat er ook nog iets onder zit. En dat is een borduurpakket. En hier zitten dus allerlei kleurtjes. En hier staan dan patroontjes. Nou, heel leuk. Borduren is alleen echt niet mijn ding. Dus ik weet wel zeker dat ik dat niet ga doen. Dus ik zit te bedenken of ik nu even spontaan een weggeefdingetje ga doen. Zeg je nou, dat borduren vind ik echt hartstikke leuk. En ik zou dat pakketje wel willen hebben, dit borduurpakketje. Reageer dan even hieronder. En dan kies ik uit de reacties. Nou, dat doe ik dan binnen 1 à 2 weken. Wil je ook even je naam er echt onder zetten? Dus als je in jouw gebruikersnaam niet jouw naam staat, zet dan even groetjes je naam. En dan kan ik de volgende keer laten horen wie dat dit pakketje gewonnen heeft. Want ja, zonde als ik dit in de kast leg. Dan maak ik er iemand anders liever ook blij mee. Heel leuk. Dit gaat weer in de doos. Nou, ik heb weer genoeg te doen de komende tijd. Genoeg om te laten zien. Ik zie iets glimmen onder de bank. Zo vind je nog eens wat. Een vork. Zo. Nou, hartstikke leuk. En hier staat het ook op het papier dat het inderdaad bij elkaar hoort. De patronen en de proefgarens, maar dat je natuurlijk ook zelf wat kan bedenken ermee. Heel leuk. Nou, Edna, dankjewel. Jij bedankt voor het kijken van deze waarschijnlijk lange video. Kan ik nu niet meer bovenin zien, want ik heb hem net 2 keer stopgezet. En er komen nog stukjes tussen, dus het zal vast een lang filmpje geworden zijn. Ik hoop dat je het niet erg vindt, want ik had in ieder geval genoeg te vertellen en genoeg te laten zien, zoals deze leukert en deze en deze. Ik ben blij dat ik weer even bijgepraat ben. Nou hoop ik dat er tussen nu dit filmpje en de volgende filmpjes geen gekke dingen meer gebeuren. En dat ik gewoon weer lekker regelmatig een filmpje kan posten. Heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop tot snel. Vergeet niet mee te doen met de winactie hier met het borduurpakketje. En op Instagram met de lotwol. Zie je daar. Doei!